Hoi, Bianca hier van Happy with Yoga. In deze video deel ik 5 oefeningen met je. Deze 5 oefeningen kunnen je helpen om je rug, nek en schouders wat meer te stretchen en wat meer te ontlasten. Tegenwoordig hebben we veel zittend werk of werk waarbij we veel kracht moeten gebruiken of werk met veel herhalende bewegingen. Hier worden dezelfde spieren telkens overbelast en dit kan op den duur voor fysieke klachten zorgen. Het is dus erg belangrijk om gedurende de dag je bewust te zijn van je houding en om hier ook eventjes wat bewegingen in aan te brengen. Voor de eerste oefening, eerste paar oefeningen eigenlijk, mag je lekker blijven zitten. Je zet je voeten neer op de grond, zorg dat je ietsje van je rugleuning af komt te zitten en zorg dat je even rechtop zit. Voor de eerste oefening gaan we een paar nekrotaties maken. Dus op een uitademing laat je de kin naar de borst zakken. En op een inademing breng je je linkeroor naar je linkerschouder. Op een uitademing laat je je kin weer zakken. En dan op een inademing breng je je rechteroor naar je rechterschouder. Dus we maken halve cirkels voorlangs. Elke uitademing ga je terug naar je borst toe met je kin. En met elke inademing breng je één oor naar één schouder toe. Dus beweeg heel rustig. Heel langzaam. En zo verken je de spieren in de nek. Mocht je een van de plekken even wat langer willen vasthouden en even iets meer stretchen, blijf dan eventjes stilstaan met het hoofd op die plek. Je kan de video ook gerust even pauzeren als je daarbij nog meer tijd nodig hebt. Ga nog één keer naar beide kanten. Ga nog een keertje naar links toe. Misschien heb jij wel een heel ander tempo. Dat is helemaal prima. En nog één keer naar rechts. En dan breng je je kin weer terug naar de borst. En dan zet je je hoofd weer rechtop. Dat was oefening 1. Voor de tweede oefening blijf je ook nog zitten. En je kunt hiervoor de handen op het zitvlak zetten. Misschien wel op de leuning. Kijk eventjes wat voor jou goed werkt. Misschien wil je ze wel op je benen zetten. Op een inademing hijk je je borst mee naar voren, maak je even een holle rug, kijk schuin mee omhoog. En op een uitademing duw je jezelf naar achteren en maak je een hele ronde rug. Dus je ademt in, borst gaat mee naar voren. Adem uit, maak een ronde rug. Deze herhalen nog een paar keer, adem in naar voren. Adem uit, naar achteren. Zorg dat je je nek lang houdt, dat je het hoofd niet te ver naar achteren laat vallen. Voel een stretch ook aan de bovenkant van je rug. Een laatste keer, holle rug op en uitademing. En dan breng je jezelf weer terug naar het midden. Weer recht omhoog. Voor de derde oefening mag je op een inademing even je armen helemaal lang maken. Rek jezelf daar maar even goed uit. Duw de handpalmen eventjes omhoog en van je af. En dan op een uitademing twist je naar bijvoorbeeld rechts toe. En dan kun je je handen bij je knie en de andere hand bij het zitvlak laten. Dus je kunt deze hand bij de knie ook gebruiken om jezelf nog net even een beetje extra te twisten. Dus op een inademing zorg je voor lengte. En op een uitademing twist je. Draai de andere kant op. Hier nemen we even een paar diepe ademhalingen. En op je volgende inademing draai je terug naar het midden. Misschien is het wel fijn om jezelf nog een keertje lekker uit te rekken. Doe je de handpalmen weer van je af. En dan op een uitademing draai je naar links toe. Rechterhand bij je knie, andere hand bij het zitvlak. Stapel je rug weer goed op, rechtop zitten. Draai rustig naar links. Blijf lang in de rug. Voel dat je zitpotjes op de stoel zitten, dat het kruin omhoog reikt. En op je volgende inademing kom je weer terug naar het midden. Misschien nog één keer uitrekken. Ja, dan mag je weer loslaten. Voor de volgende oefening mag je komen staan. Met je voeten op heupbreedte. We gaan een vooroverbuiging doen.
Dus je kunt jezelf even helemaal lang maken. Misschien rek je jezelf nog een keertje uit. En dan op een uitademing buig je je knieën en dan vouw je heel rustig voorover. Je kunt je armen laten hangen of de ellebogen beetpakken. Zorg dat je knieën niet op het slot staan. Dus zorg dat de knieën gebogen zijn. En misschien moet je ze wel heel ver buigen, want je wilt dat de buik op de bovenbenen kan rusten. Dat zorgt er namelijk voor dat de spanning in de rug kan afnemen. Je kunt hier blijven hangen, je kunt ja, nee schudden met het hoofd, zodat ook de nek ontlast wordt. Of je schommelt heel rustig heen en weer. Adem een paar keer goed in en uit, laat het kruin zakken. Dan laat je heel rustig je ellebogen los. En dan stapel je jezelf heel rustig wervel voor wervel op. Net zo lang totdat je weer staat. En als je weer staat, kan het fijn zijn om even alles los te schudden. Voor de volgende oefening ga ik zo tegen de muur staan. En dan gaan we een schouder openen. Daarvoor is het belangrijk dat je goed oplet dat je niet te snel in deze houding draait. Want wees voorzichtig met je schouders. Je plaatst je arm op schouderhoogte en de palm is naar de muur gericht. Je kunt de andere hand op de muur plaatsen. En dan ga je heel rustig draaien jezelf ietsje open. Misschien is dit wel waar je moet zijn. Misschien heb je nog iets meer ruimte. Misschien ben je wel juist ietsje dichter bij de muur. Maar deze oefening zorgt ervoor dat de voorkant van je schouder heel veel ruimte krijgt. Dus je houdt deze oefening hier een paar tellen, een paar ademhalingen vast. En dan voel je vrij om ietsje dieper of ietsje verder uit de houding te bewegen als dat nodig is. En als je voelt dat je klaar bent, rol je heel rustig terug. En dan laat je je arm weer los. Het kan fijn zijn om even een paar keer met je schouders te rollen. Uiteraard doe je dan deze oefening ook aan de andere kant. Dus ik hoop dat deze 5 oefeningen je wilt helpen om wat ruimte in je schouders, je rug en je nek te creëren. Dus op elk moment van de dag dat je even voelt dat je wat ruimte nodig hebt. Dankjewel voor het kijken. Een hele fijne dag.